Donc ce que vous faites là, ils vont rien voir quoi. Dag 14 brengen wij vandaag door op de Tourmalet. Een dagje vroeger dan de renners, maar wij wilden vandaag hier al eens een kijkje komen nemen. Het belooft hier ook morgen heel zwaar te worden, want daarnet reden we naar boven met de auto en bouw wat al wat lastig eigenlijk. Het is hier gewoon super stijl. Smoke your medicine in the car. Fucking like bitches, like you Starbucks. En het zal pittig worden, want de renners moeten 117,5 kilometer afleggen. En voor ze de Tourmalet mogen bestormen, is er eerst nog een col van eerste categorie, de Col du Soulor. Maar het zwaartepunt van de etappe ligt natuurlijk hier, op de top van de Tourmalet. 19 kilometer lang en een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4%. Het is de eerste col buiten categorie van deze Tour, maar de Tour en de Tourmalet die kennen elkaar. Voor de 83ste keer maakt de Tourmalet deel uit van het parcours van de Tour. En het is dan ook de meest beklommen berg van de Ronde van Frankrijk. Ook in 1969 was de Tour hier. En toen etaleerde Eddy Merckx hier zijn absolute meesterschap op weg naar zijn eerste Tourzege. En daar hangt ook een leuk verhaal aan vast. Merckx begon hier aan de Tourmalet met een groepje renners. Wow. Amai. Die gaan hier achter ons passeren. Eddy Merckx begon met een groepje aan de beklimming van de Tourmalet. En in dat groepje zat ook zijn ploegmaat Van den Bossche. Die wilde hier heel graag als eerste aankomen en demareren. Maar er was een klein probleem. Van den Bossche ging weg uit de ploeg van Merckx. En Merckx was dat de dag voordien te weten gekomen. Niet cool, dacht Eddy. Dus Eddy Merckx zette de achtervolging in en kwam zelf als eerste boven. En s'avonds zei Van den Bossche de legendarische woorden: Eddy Merckx, vandaag had een klein renner een groot gevaar van je verwacht. Zwat, de laatste Belg die hier als eerste boven kwam, dat was Michel Pollentier. Dat is ondertussen geleden van 1978. Dus ik denk dat het tijd wordt dat we dat toch nog eens overdoen. En wij gaan daarvoor zorgen. Die is bijna gedaan. Il descend. Faut mettre les ailes dans l'autre sens. C'est pas vrai. Ben si. Donc ce que vous faites là, ils vont rien voir quoi. Non. Non. Dat is toch die kant? Wacht, waar is het noorden? Ah ja. Ik heb de kaart zo gelezen, hè. Dus we stonden daar. De spuitbussen, zo goed als leeg. We dachten dat we alles gedraaid hadden, maar niets was minder waar. Alle geluk dat die man daar passeerde om het ons te zeggen. Het enige wat we konden doen was het fixen. Leidt aan de vermoeidheid, kunnen we geen kaart lezen. Het antwoord ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Maar één ding is zeker, we hebben nog wat marge. Want... Ja.